Gaan we beginnen? Ja? Ja, dat is goed. Ja, daar was ik weer. Ik heb even een breekijzer opgehaald en wat andere gereedschap. Dat is denk ik wel zo handig als je een dak gaat slopen. Want dat gaan we dus vandaag doen. Dit oude dakleer eraf proberen te slopen, trekken, breken. Hoe het ook maar wil, geen idee. Het zal eraf komen. En daarna willen we dan deze week het nieuwe dak erop leggen met de isolatie en alles. Ik ben heel benieuwd. Nog nooit eerder gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Maar goed, dat is iets van later. Eerst dit dakleer er maar eens afzien te krijgen. Zo, dit is best wel hoog. Moet je vooral niet vanaf vallen. Om dat dak weer los te krijgen, moet je dus deze ijzeren randjes eraf zien te halen. De dakterimmen zijn dat. We hebben hier al een beginnetje gemaakt. Het is één groot stuk, dus die van de zijkanten moeten er ook af. En alle hoekjes en zo. Maar die zitten best nogal vast, hè? Ja, joh. Check. Goeie. Wel ideaal dat het dak nog vol zooi ligt, want dan kan het daar mooi op gegooid worden. Ja. Het is bijna alsof we dat zo gepland hadden. Yeah. Oké, alle dakterimmen zijn eraf. Nu moeten we dat dakleer eraf gaan rollen. Ik ben benieuwd hoe vast dat zit. Ik heb het idee van niet zo heel vast, maar waarschijnlijk kijk ik me daarop. Okay. Het lijkt wel of er gewoon los op zit, joh. Ik weet niet wat het is. Normaal gesproken wordt dat dakleer dan opgebrand, maar... Dit ligt er zo los op. Ik vraag me af of ze dat überhaupt ooit hebben gebrand. Maar goed, misschien is het gewoon zo oud dat het loslaat. Ik weet het niet. Maar het valt dus mee. Kijk, we hebben hier al een heel stuk opgerold. Nou bedachten we ons alleen dat die rol dus op een gegeven moment ook af moet. En dat is natuurlijk echt loodzwaar. Dus ja, dan moeten we gewoon afdrukken. En aan die kant kunnen we dat niet afdrukken, want dan kom je aan de straatkant. Nee, ik ben tegen de camera aan het praten. Dus dat wil niet. Dus we moeten hem die kant opdrukken. Dus dan is het waarschijnlijk ook handiger als we hem naar deze kant toe oprollen. Dus ik denk dat we nou daar verder gaan. We zijn trouwens nu al wat dingen tegengekomen. Dat je denkt, oké, daar moeten we ook mee bezig. Deze planken, dat zijn de boeien wat je vanaf de onderkant ziet. Die zijn helemaal rot. Dus die moeten vervangen worden. Voor de rest ziet het tot nu toe best wel goed uit. Dus dat is dan alweer een voordeel. Nou ja, dat hebben we eigenlijk ook al wel gezien vanaf de binnenkant natuurlijk. Want we hadden het hele plafond toch al uitgesloopt. En dan kijk je dus letterlijk tegen deze planken waar ik nu op sta. Daar kijk je dan tegenaan. Dus ja, die zagen er allemaal super goed uit. Dus ik verwacht verder niet zo heel veel narigheid tegen te komen. Maar je weet het maar nooit. Zit het los? Ja, het zit natuurlijk hiermee vast. Oh ja. Oh, maar hier zit het helemaal niet vast. Heel dat dakleer zit daar niet meer aan vast, dus dit hoeft helemaal niet los. Nee, ja, het moet sowieso wel af hoor. Oh. Het zijn dus schroeven die er in de jaren 70 à 80 zijn opgezet. Ik denk dat je gewoon met de breekhamer erachter moet. Dat draait helemaal lam. Oh. Want het is 3 seconden en het is helemaal verroest. Zeg maar. Oké. Okay. Nou, daar gaat hij. Het is echt heel zwaar dit spul. Hadden we niet helemaal over nagedacht. Best wel naïef. We zijn dan ook beginners. Ook een beetje te goed. Ja, dat ging best goed. Ja. Ja. Zou ik niet dat kunnen snijden? Jawel. Want het altijd een goed idee is. Waarmee dan? Waarmee snij je dat door? Met een Stanley mes, met een zaag. Met een dikke piercer. Ja, maar het zit wel los. Nou, we hadden hele verhalen over lossteken, ja, stukjes. Nou, dat is geen probleem. Even voor de duidelijkheid, dit eraf halen door een bedrijf kostte anders 1500 euro. 1500 euro. 1500. Dan moet je het met die kippenkracht van mij doen. Nou, maar het gaat best wel goed. Dat wil ik eigenlijk een beetje zeggen, want het niet heel veel voorstelt. Nee, klopt. Het enige is even, hoe krijgen we het eraf? Daar werk ik nog niet over uit. Je had je huis al in de fik staan en dan heb je papier op het dak liggen. Ik stap daar helemaal niet van. Ja, maar denk van hout dan. Ja, dat is ook niet best. Denk niet dat het papier het doet. Nee, dat zal het wel niet uitmaken. Er ligt allemaal papier onder als een soort van kampremmende laag, denk ik. Maar dat, ja, laat het even zien. Dat is echt helemaal niks meer. Maar dan remmend, hè? Ja. Ik bedoel, het is wel echt nog goed het hout, dus waarschijnlijk is het wel van wat het moet doen. Ja, dat klopt. We hebben nu in stukjes gesneden. Tenminste,
één stuk hebben we nu gesneden. Want het werd wel heel erg zwaar om op te rollen. Dus nu gaan we dit naar beneden tieven. Wil je daar nog enigszins over nadenken? Je moet even een parasol en een bank weg worden gezet, want het gaat niet kort aan het tafeltje. Oké, okay, beneden is de kust helemaal veilig. Het kan naar beneden. Buiten. Ja, we hebben ook even gegeten. Spijker, moet ik ook zo'n prik halen? Ja, je hebt geen bloed, toch? Nee, hij bloedt hoor. Pas op, die gaat heel moeilijk. Ik speelde het bijna af van de dag af. Vind je eng? Vind je dood eng? Wat moet je dan? Het moet toch, zeg maar. Ja. Daar gaat hij. Daar ligt hij dan. Oh, maar weet je hoe groot dat is, joh? Ik dacht, die hele tuin ligt vol. Ja, dat valt me ook mee. Het is goed gegaan, gelukkig. Wow. One eternity later. Daar hebben we het vandaag voor gezien. We hebben nog niet alles eraf, maar het wordt donker. Ik vind het wel mooi geweest. Nog een klein stukje inderdaad. Maar nou één probleem. Hoe komen we nou ons huis weer in? En mijn tomaten zijn gesneuveld. Ja, dat is ook erg... droevig. Erg droevig inderdaad. We moeten trouwens nagaan, hè? Boris en Boeza. Dat is wel mee. Alleen geweest. Ja, het gaat heel goed. Oh, de deur kan gewoon open. Ja, het valt mee inderdaad. Yo, hier even Wouter uit de toekomst met een mededeling. Schrik niet wanneer je straks de weekvlog ineens over ziet gaan van dinsdag naar zondag. Dat komt omdat het namelijk wel erg veel dak werd. We zijn echt nog heel lang bezig geweest met het dak. 2 weken, dus er is ook superveel beeldmateriaal ervan. En ik dacht, weet je wat, ik ga jullie daar niet mee vervelen. Ik maak daar gewoon een aparte video van. En knip het gewoon uit de weekvlog van deze week verder. Hey Boris. Weet nog niet wanneer dat nou online komt. Ik wil namelijk nog een verhuis/verbouwserie maken. Ook al woon ik hier al 2 jaar. Maar goed, dus ik weet niet of die video daarin gaat vallen of dat ik hem nu een keer publiceer. Mocht je daar ideeën over hebben, laat het even weten in de comments. Maar ja, dat wou ik dus even zeggen. Dus ja, bij deze. Veel plezier met verder kijken. Joe. Je hebt de route. Ja. Ja, nou, dat is wel even wat anders hè, dan klussen. Ja, dat is beter. We zijn bij het Noord Festival met Benny en William. En dat is een festival in Almelo en een dorpje naast de weg. Dat geeft op allemaal bijzondere locaties, allemaal artiesten op. Muzikanten, zoals net dus, cabaretiers, theatermakers, van alles. Ik ben echt benieuwd waar we nu naar gaan kijken. Wat gaan we nu zien? Delft heeft een programmaboekje. Deze. You, me and Waterfall. Ja. Klinkt als een band. Ja, en ik vind het wel weer bijzonder, want wij zijn dus 25 minuten te vroeg of zo en het zit al helemaal vol. Hoe kan dit? Ik dacht dat we echt vet vroeg waren, maar het zit al helemaal vol. Maar ze hebben gewoon een appelsap, joh. Vet chill. Er staat ook al een appel. Ja. Appelsap. 1 keer appelsap. 1 keer appelsap. De volgende komt eraan. Maar wat ik misschien even moet... Oh, nog meer, ja. Wat ik misschien even moet uitleggen is dat je een bepaalde route kiest. We hebben route 3. Dan fiets je dus steeds van locatie naar locatie. We waren net in de binnentuin van een museum. En nu zijn we dus ergens op een boerderij in Almelo. Waar ze dus een appelgaard hebben met eigen appelsap en appels. Heel lekker dit, zeg. Vandaar dat ik dus ook een beetje verbaasd ben dat iedereen al is. Want je bent dus eigenlijk steeds met dezelfde mensen die allemaal deze route hebben. En we zijn dus tegelijkertijd weggefietst. En wij hebben best wel doorgetrapt, moet ik zeggen. Maar toch was iedereen er al. Waar moeten we nu naar zo'n reisleiding? Spreek naar Leeuwarden. Hoe ver is het fietsen? 2,7 kilometer. 2,7 kilometer. Dat is te doen. We moeten in totaal vandaag iets van 8 kilometer fietsen. Nou, hoe. Hoe doet je band het dan? Ja, doet het nog steeds. Blijft hij hard? Ja. Oh, dat is fijn. Ik heb alleen een vlag in het wiel, dus dat zal oh, dat is vervelend. Vlak voor we weggingen moesten we Daphne's band nog even vervangen. Dat was uiteraard weer een heel gedoe, want die hele band moest eraf. Anders kun je die band dus niet inproppen. Ik zal afletten in het doel. Hij moest daar losgeschroefd worden, want anders krijg je die binnenband niet in. Is dat nou Kees? Hey, buurman. Hoi. Dat is een buurman.
Maar daar zal hij ook wel zo'n route volgen. Nou, die gaat alleen doen. Hey! Hey! Nou, heel leuk. Wat? Ik kom alle buren tegen hier. Oh, ik film nog. Jezus. We komen al onze buren tegen op onderweg. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen is dat het uiteraard weer een heel gedoe was. Want we hadden geen sleutel, geen moersleutel die op die schroef paste. Bout, de moer. Wat is het toch alweer? Moer. Moer. Wat op die moer paste, dus daar moesten we nou op zoek. Maar die hebben we gevonden bij de buurman. Dat scheelt wel weer. En dat is uiteindelijk gelukt. Net op tijd. Nou, we zijn er. En het zit alweer helemaal vol. Ik snap er niks van. En we hebben echt wel hard doorgefietst ook. Ja. En iedereen zit er al. Kun je weer ergens eraan zitten. Wat een gezeik. Wat een gezeik. Vette locaties hoor. Nu zijn we dus in de vroegere gevangenis van Almelo. Hier achter. Zie je dat? Zie je dat? Nee. Oh, laat jij eens even zien, weet je dat? Er zit een cel. Hoe werkt dit? Ja. In ieder geval was dit dus een cel en nou een hotelkamer. Vet hoor.